Welkom bij Visual TV. We zijn er vandaag vroeg bij. We zijn in Vlissingen en we gaan met een sportvischarter de Westerschelde op. Heren, heel veel succes vandaag. U weet het. Eerste vis gevangen, eerst één levende vis aan de hengel en dan hebben we pas koffie. Ook voor jou, Helmut. No pas! Nee, eerst vis en dan koffie. Nou, we zijn vandaag aan boord bij schipper Hank, op de Wiesje. Hank, waar liggen we precies? We liggen op het moment, omdat het weer iets te hotse flotser is om naar buiten te gaan, liggen we op de spijkerplaat. Dat is een rustig plekje. Waar je altijd wel een visje kan vangen en wat er ook voor zorgt dat, dat mensen niet ziek worden. Lekker rustig zeetje en er zit toch een visje. Oké, want we vissen op schaar, whiting? Het is een beetje een gevarieerd plekje. We liggen hier tussen Breskes en Vlissingen in een soort trechter. En met bodem bestaand uit zand en klei. En daar zit schaar, er zit whiting en ik hoop dat er ook een gulletje boven komt vandaag. Oké. En we vissen hoe diep? Een meter of 12, 13 liggen we nou. Ja. En dan gebruik je een lood van? Ja, op dit moment zat er nog heel erg weinig stroom. We komen eigenlijk aan op de kentering. He, er moet een klein beetje stroom staan om een extra visje te laten komen. En nu kan je met 150 gram uit de voeten makkelijk. En als het straks echt goed gaat stromen, dan heb je 350 gram ankerlood nodig. Oké, en dan gaan de vissen ook goed bijten als de stroom erin komt? Als het echt keihard stroomt is het heel moeilijk. Ja? Want dan heeft die vis meer energie nodig om naar die pier toe te zwemmen als braaf te blijven liggen. Dus dan is het meestal een uurtje rustig. Maar met het erinkomen van de stroom en met het eruitzakken van de stroom, dan gaat die vis azen. Dat zijn de beste momenten. Ja. Nou, we staan hier met een mannetje of 5, 6 aan boord nu te vissen. Ja. Iedereen heeft meerdere hengels aan staan, 2 hengels. Hoe ga je dat allemaal managen? Want ik kan me ook voorstellen als je opstappers aan boord krijgt die weinig ervaring hebben, dat het alles in de soep loopt. Nou, dat klopt ook inderdaad. Dat loopt ook wel eens in de soep. Deze mannen kunnen allemaal vissen, dus die hoef ik weinig uit te leggen. Als ik een groep heb met opstappers die soms nog nooit gevist hebben, dan is een beetje uitleg is wel op zijn plek. En dan, ik heb daar wat tekeningen voor, mijn zoon gemaakt. Laat het zien. Dat ziet er zo uit. Eigenlijk is het heel erg simpel. Je moet plat op de grond vissen, net zoals bij de groene vee. Het is een beetje een schematische voorstelling van de onderlijn met de pieren. Mm-hmm. En die moet plat op de grond liggen en niet net zoals bij het rode kruis, want dan hangen ze boven de grond. En dan krijg je geen beet. En dan krijg je een beet. Ja, heel af en toe eens een keer, maar je moet echt plat op de grond vissen. Dus voldoende lijn geven, dat is belangrijk. Ja. Dus het werkt eigenlijk zo. Nog een keer een schemaatje. Punt van de boot, hè. We liggen op de stroom, dus de stroom gaat die kant uit. Ja. En dan is het de bedoeling dat de mensen die het dichtst bij het stuurkot staan, die gooien als het ware recht naar voren toe. Dus uptight, tegen de stroom in. Ja, tegen de stroom in. En die kunnen dan gebruik maken van het feit dat ze al naar voren gooien en liggen al een beetje schuin. Dus die hoeven heel weinig lijn te geven. Dus die lijnen van die eerste mensen lopen eigenlijk recht naar beneden toe. Ja. En dan in een bocht richting de pieren. Nummer 2. 15 tot 30 graden, nummer 3 45 graden en de mensen achterop, als ze het echt niet kunnen, zet ik ze achterop, mm-hmm. Want die kunnen het zich permitteren, die laten gewoon plop het lood los. En dan gaat het met stroom mee, gaat het... Even 20, 30 meter lijn erachteraan en als je dat doet, dan kom je zo te liggen. Want dat is extreem belangrijk, plat op de grond, dat is het belangrijkste. Nou, die stroom gaat direct zo en dan is het. Ja. Nou, Hank, hoe vaak ga je eruit op jaarbasis? Dit is mijn vijfde volle jaar. Ja? En vorig jaar, het jaar daarvoor, waren de beste jaren. 223 keer, 225 keer en ik zit nu op
ik denk 213 dagen en we moeten nog een week of drie in december. Dus ja, ik denk weer rond 220 weer uit gaan komen. Ja. Dan krijg je natuurlijk van alles aan boord, hè, neem ik aan. Ja, echt. Ja, het is op een gegeven moment zo, ja, die vis, daar geloof ik dan wel. Want ja, die scharren elke dag, die zien er hetzelfde uit. Maar die mensen die maken het leuk voor mij dan in ieder geval. Maar die zijn elke dag anders. Want je krijgt echt beginners en doorgewinterde bootvissers? Van alles door elkaar. Het is de groep die we vandaag hebben. Dat zijn mannen die kunnen allemaal heel erg goed vissen, dus je hoeft je niks te vertellen. Maar je hebt ook vooral groepen, en dan vooral in de zomer als het wat mooier weer is, die het gewoon nog helemaal niet kunnen. En die hebben dat gezien op de site van we willen ook wel eens een dagje zee gaan vissen. Mm-hmm. Ja, dan moet je alles leren. Dan zorg ik meestal dat ik een extra maatje bij me heb. Want als je dan in je eentje koffie moet doen en een broodje en een ditje en een datje, dan ga je dat niet redden. Dus dan heb ik iemand bij en die helpt wat mee met pieren eraan doen, vis eraf, ingooien enzovoorts. En iedereen kan er wel een visje vangen? Ja, altijd. Ja, ja, ja. Er zijn wel bepaalde periodes in het jaar dat het beter is als andere periodes, maar mensen vangen altijd vis. Ja. Als ze bij mij niks vangen, mogen ze een keer gratis mee. Kijk aan. Helmoet, laten we zien wat de omlijn is waar we vandaag mee vissen. Nou, ik vis met een kleine paternoster, met kraaltjes. Dat scheelt wel eens voor de schaar. Extra attractie? Ja, extra attractie. Dat geeft de vis wel eens meer zin om te bijten. Dan gaan we goed aanhazen. Dan gaan we de vis verwennen met lekkere pieren. Die steken we op de haak. Sommigen doen daarmee een aaksteker of een aassteker. En laat je het haakpunt vrij of maakt dat... Nee, ik steek hem er gewoon op. Sommigen doen hem wel eens voorbij de haak steken, dat hij iets beter blijft hangen. Maar ik doe dat eigenlijk niet zo. Iets grotere haakjes vandaag. Mm-hmm. We hebben kans op een gulletje. En dit zijn standaard paternosters die je gebruikt? Ja, dit zijn standaard paternosters die ik gebruik. Even je handen wassen. En zoals Henk dan zegt, ik sta bij de kajuit, dus ik moet naar voren gooien. En dan gooi je gewoon rustig naar voren. En dan geven we nog wat draad, dat ze op de stroom komt te liggen. Ja. Nou, dan ligt hij goed. En dan strak laten lopen? Nee, ik laat hem mooi iets in een bochtje. Losse lijn. En de aanbeet zie je dan wel goed op de top? De aanbeet zie je goed. Want dan ligt de lijn ligt mooi, de paternos ligt op de bodem. Dus we hebben meer vissen kans om te bijten. Ja. Dus dat proberen we zomaar, hè. Helmoet, vis je met leenmateriaal van Hank of met je eigen spullen? Nee, zijn mijn eigen spullen. Eigen spullen. Een beetje stevige hengel? Ja, een Seahawk, dus een Fenwick en een Daiwa Mole. Iets steviger, iets dikkere draad. Ja. Want ja, je kunt ook een gulletje of een kabeljauwtje vangen. Ja, dus met dit stokje... En dan hoe dik pak je dan de lijn? Ja, deze is ongeveer 35 onderste. Nylon, hè? Nylon, ja. Ja. En je hebt ook gevlochten draad, maar daar kun je ook mee vissen. Dat is iets lichter natuurlijk, iets dunner. Ja. Maar deze molen is lekker stevig. Je kunt best wel een zwaar iets aan krijgen. Ja. Wil je daar draait iets makkelijker. Hè? Een licht moletje, dan draai je dat misschien kapot. Ja. Want voor vandaag, waar hoop je op? Ik hoop nog wel een mooi gulletje te vangen. Dat is eigenlijk de target van vandaag. Dat is het target van vandaag. Ja.
Nou, een leuke klusje visgevangen allemaal. Ja. Even nog een tip voor het klaarmaken en mijn huis nemen. Ja. Hoe doe je dat precies? Nou, en inderdaad het liefste hier, want dan heb je die troep allemaal niet thuis. Hè, want je kan de kop hier gewoon overboord gooien. Ja. Schar, wijting en gul. Beginnen met een scharretje. Pak je zo vast, met je duim die kant uit, want anders snij je erin. Dan snij je hem net door de graad. En je trekt hem en is je schoon. Dus bij een schaar gaat dat ontzettend simpel. Dit is alles. Oké. Okay. En een wijtinkje, dan steek je je duim in de kieuw. Ja. Buik open. Buik open. Klein beetje hier aan de zijkant. En dan trek je zo die ingewanden eruit. En is je klaar. En een gulletje, dat is eigenlijk precies hetzelfde als een wijting. Ook met je duim erin. Ja. Bij de aasvin naar binnen toe, helemaal naar voren toe. Ja. Klein stukje hier. En ook dan een keer alles. En dan ook weer die hap eruit. En je ziet dat bij een schar, dat gaat iets gemakkelijker als bij een rondvis. En daar moet je voor uitkijken, dat is het galletje, dat je dat niet kapot snijdt. Dat is, ja, galvocht zit daarin en dat, ja. Dat verpest het vlees een beetje. Dus je moet er altijd zo zorgen dat je in ieder geval dat galletje heel houdt. Ja. Nou. Dat is het simpelste om te doen. Oké. Okay. Nou, dan wordt er vanavond lekker vis eten. Nee, dat gaat niet. Nee? Nee. Je moet vis altijd laten besterven. Als je zo'n schar pakt, hè, dan meestal, want nou is je grof schoongemaakt. En thuis knip je of dit vinnetje eraf, of tot hier. Dan hou je dus als het ware zo'n strookje over waar bijna geen graad meer in zit. Ja. Als je die vanavond probeert te bakken, dat gaat niet. Het gaat in de pan. Die krult onmiddellijk op, omdat het vlees nog te levend is, als het ware. Even en dan sterven. Elke Hollander die pakt de spatel en die probeert die schar plat te drukken en dan breekt hij in 8 stukken. En als je hem in de koelkast legt en je doet morgenavond, dan kan je hem gewoon en dan blijft hij recht. Okay. Dus niet vanavond bakken. Nou, met deze kooktip sluiten we af. Dit was Vis op TV, tot de volgende keer.